de vooravond van het zesde mini-voetbalseizoen. We gaan kijken naar een wedstrijd tussen de kampioen van het vorige seizoen. Ze zijn trouwens al tweemaal kampioen. Oost-Nederland. Dat zal spelen in het blauw, althans voornamelijk in het blauw. Ze zullen spelen tegen een selectie uit de teams die het vorige seizoen hebben deelgenomen. En hoe dat team, de All-Stars hebben we ze genoemd, hoe dat eruit gaat zien, hoe dat eruit ziet, dat krijgt u straks te zien. Dit is in ieder geval het arbitrale duo. Dat was Theo Boost en Lau van Ramers. Daar zijn ze weer. Op de achtergrond hoort u het tamboer en trompettenkorps, ahoy. Zij verzorgen de muzikale omlijsting, terwijl wij zo langzamerhand gaan kijken naar het plaatje dat de teams gaan vormen. Dit zijn de Oost-Nederlanders. We zoomen in op de verzorger van Oost-Nederland, Ben Geleverd. Dat is hem, vol in beeld. Dan Henk Vleming. Paul Scheuring, dat is ook een international, zaalvoetbal. Ferry Piraar, Henk Warnas. De coach, Toon Valks. Dan gaan we omlaag. We komen terecht bij Ruud Geestman. Een belangrijke rol speelde in de finale van het vorige seizoen. Gerrit Zomer, André van der Leij, zeer populair. Dit is een nieuw gezicht, Tony van Duiven, hij vervangt Juring. En deze keeper Rob van der Landen heeft al eens eerder meegedaan hier. Hij vervangt de geblesseerde Gert Bals. Dan gaan we naar de andere kant van dit met 5000 mensen gevulde Sportpaleis Ahoy. U ziet de keeper Frans Keurver van de All-Stars, Jan Bruijs, hij speelt in Rotterdam Ahoy. Pieter van der Wildenberg van de militairen, Arie Riedijk van Rotterdam Ahoy. Hans de Koning de verzorger, Martin van Zanten van het militaire team. En reservekeeper Sies Wever van Noord-Nederland dan. De coach Bob Jansen, Gerard Hoene van het zuidelijke team. Arie van der Sluis van Rotterdam Ahoy. Jan van Renswouw van Utrecht, Domstad Utrecht. En ik meen dat we ze dan allemaal gehad hebben. Het zijn meer spelers dan u gewend bent. Normaal hebben we maar 8 spelers op de bank zitten met een verzorger en een coach. Nou, we hebben er wat meer uitgenodigd en er kunnen dus ook wat meer spelers gewisseld worden. Omdat het een bijzonder moeilijke keuze was om uit al die teams die hebben deelgenomen slechts 8 mensen te moeten kiezen. Nou, de teams zijn zich aan het warm schieten. Rob van der Landen wordt onder vuur genomen. U heeft dat in beeld. En aan de andere kant is het niet anders. Frans Keurver die wordt getraind, opgewarmd door Sies Wever, zijn eventuele vervanger misschien wel in de tweede helft. Ik weet niet of dat door coach Bob Jansen is beslist. De toeter is, meen ik, gegaan of nog niet? Nee, wordt mij gezegd. Maar hij zal wel daar gaan, zelfs op dit moment. En dat betekent dat de basisopstellingen van de beide teams naar de overige zijde worden gecommandeerd voor de vliegende start. 4 veldspelers en een keeper. Waarvan de snelste mensen het dichtst bij de middenlijn staan. Want zij zullen gaan sprinten op die bal die uit die cilinder bovenin uw beeld moet vallen. Dit is hem. De cilinder dan wel te verstaan. Iedereen is klaar voor 2x20 minuten minivoetbal. En Arie van der Sluis is de winnaar. In het wit van links naar rechts, ik zeg het nog maar even, het All-Star team. Martin van Zandt. Jan van Renswouw. Arie van der Sluis. Van Zanten. Met een geblokkeerde bal door Henk Warnas. Dit is Martin van Zanten. Het is de eerste keer dat we een dergelijke warming-up uitzenden. Ja, uitstekende paas, dieptepaas van Martin van Zanten. En de actie was van Arie van der Sluis. Van Zanten. De All-Stars domineren. En dit is van Renswouw. Van Zanten. Ja, goed ingekomen van Rob van der Landen, die dit doorzag. Goeie eerste redding van Frans Keurver. Dat schot van Henk Warnas. Vleming, Van der Leij en Frans Keurver. Die een hele verre uitgooien plaatst naar zijn collega Rob van der Landen. Henk Vleming. Ja, uitstekend werk. Oost-Nederland komt los. Schot van Henk Vleming. Enfin, u zag dit. Geen doel. Arie van der Sluis. Jan Bruijs van der Sluis. Ze kunnen elkaar blindelings vinden. Hij houdt hem niet in. En haalt zelfs het kamerbrede tapijt hier overeind. Gerard Zomer.
Henk Warners. Van Zanten. Van der Leij. Ja, uitstekend en wat een hele fraaie goal is. De basis van der Leij en het doelpunt is van Gerard Zomer. Die weinig moeite heeft om Frans Curver op deze geraffineerde manier te passeren. Oost-Nederland leidt met 1-0 dankzij die goal van Zomer. Gerard Zomer. Henk Warnas. Opkomende Henk Fleming. Er is veel ruimte om te spelen. Warnas. En dan gaat Jan van Renswaar, meen ik, inrollen. De bal moet gerold worden. Hij is in de war met de zaalvoetbalregels. Daar moet je gooien zelfs. Maar hier moet je rollen. Ruud Geestman. Uitstekende paas van Zomer op Van der Leij. Zomer weer. Oost-Nederland zal zich de ware kampioen moeten tonen. Zomer. Frans Curver. Martin van Zanten. Lange paas op Arie van der Sluis. Jan Bruijs, een goede redding van Rob van der Landen. En dan die knal, die enorme knal op de paal door Jan van Renswaard, die door zijn eigen schot wordt geraakt, merkwaardigerwijs, in de rebound. Jan van Renswaard, hij is geblesseerd. Wordt geholpen door Hans de Koning, Aprozijn in het blauwe pak erbij, de arts. Hij gaat er even uit. Gerard Hoene komt erin. Hij is aan de bal, Gerard Hoene. Martin van Zanten. Arie van der Sluis doet de paasje. Van Zanten. Ja, dit moet een goal worden. Oh, en dan zit toch weer dat been van Ruud Geestman ertussen. Uitstekend gedaan. Hoene, Van Zanten komt in en dan is het een knal. Nee, geen goal. Goed werk van Henk Warnas. Aanspeelbaar is... Nee, het is Ferry Piraar. Tony van Duiven. En dat moet een goal zijn. Goed gered. Goed gewerkt ook van Pieter van der Wildenberg. Hij loopt die beeld uit zojuist. Dit is Gerard Hoene. Piraar. Van Duiven. Vervanger van Jeuring. Moeizaam gedaan. Rob van der Landen, geen hands, neemt hem goed mee. Speelt goed mee. Dat wordt een inrol voor de All Stars. Die een grote naam, althans in hun reputatie, nog niet waarmaken. Hoene, Van der Sluis. Wat zeg ik? Riedijk natuurlijk. En weer is Rob van der Landen zeer actief. Buiten zijn doelstrafschopgebied. Van der Wildenberg. Gerard Hoene. Piraar. Geblokkeerd van de Wildenberg. Paul Scheuring. International zaalvoetbal. Piraar. En dan een lange paas op Arie Riedijk. Uiteraard had moeten scoren in deze situatie en het te mooi probeert. Over de keeper heen, maar hij is erg lang. Paas op Tony van Duiven. Hij heeft geen steun. Riedijk houdt hem wel binnen, maar ten koste van balverlies. Of moet ik zeggen, ten koste van balbezit uiteraard. Goeie paas, Riedijk. Hij komt hier van Zanten. Redding van der Landen. Ja, er wordt veel geschoten door die All-Stars, maar na 8 minuten en 9 seconden staan ze wel degelijk achter Van Zanten.
Scheuring. Van Duiven. Probeert een corner te versieren. Had dat althans kunnen proberen. Deed het juist niet. Ja, dat is een goal. Duidelijke zaak. Ingezet door Tony van Duiven. En Ruud Geestman scoort 2-0 voor Oost-Nederland. Dat bezig is om de All-Stars op te rollen als ze zo althans doorgaan. Ruud Geestman scoort op een vrij droge manier eigenlijk. 2-0. Onhoudbaar voor Frans Curver. Gerard Hoenen. Een verzameling van de beste mensen uit ieder team wil nog niet zeggen dat je ook een sterk team hebt. Hè? Iedereen spelbepalend wil zijn. Blijven er erg weinig waterdragers over, maar dit is wel degelijk een goal. Solo van Arie Riedijk, daar gaat hij. Die eerste deling had probeerde, geen succes had en tenslotte in het verste gat mikte. Het is 2-1 geworden via Arie Riedijk. Simpele goal, hij telt 2-1. Na 9 minuten en 25 seconden. Sportieve wedstrijd, open wedstrijd ook. Gerard Fleming. Nog sterker, het is Henk Fleming. Van der Leij. Zijn draai was kort, het been van Jan Bruijs was lang. Scheuring. Het wordt een inrol van Geestman, van der Leij. Kan gepaast worden. Fleming, Henk Fleming. Paul Scheuring, André van der Leij. En een hele... eigenlijk is dat toch de verdienste van der Leij. Hij wacht op het inkomen van Ruud Geestman. Geeft dan die feilloze paas en Geestman komt inderdaad goed in. En het is een goal. Geestman scoort 3-1. Van Renswaal. Hoene. Te weinig beweging zonder bal bij de All-Stars. Ik zei het al. Te veel verdetten, te weinig werkers. Bruijs is bereikbaar. Maar niet zo. Gerard Zomer. Met een techniek waarvan je iedere keer zegt, het hoort eigenlijk niet bij de zaal. En toch flikt hij het. En goed ook. Van de Wildenberg. Van Renswaal. Hoenen. Bal circuleert nu sneller. Paas moet komen. Van Renswaal. Hij was van alles van plan. Hoenen. Gaan we een solootje van de Wildenberg. Moeilijke hoek. Leuk moment. Hoenen, hij zou in kunnen komen. Goed gejaagd door Gerard Zomer. Bruijs. Van de Wildenberg, goed gewerkt. Twaalf. 13 minuten en 5 seconden gespeeld. Stand 3-1 voor Oost-Nederland. Dat voorlopig zijn faam van het vorig seizoen waarmaakt. Tweevoudig winnaar van de mini-voetbaltrofee. Van de Wildenberg hard en gestopt. En geen goal. Jan Bruijs was de man die voorlangs schiet. Geestman. Van der Leij, Geestman, en dan vergat hij iets. Jan van Renswaal. Dat is niet zo best wat Rob van der Landen doet. De bedoeling van Jan Bruijs was duidelijk, keeper uit de goal en dan van afstand het dan maar proberen. Het zou een leuk moment geweest zijn. Van der Leij, Zomer en Bruijs die redt. Sluis, Van der Sluis, aangespeeld. Dat is uiteraard voor de zeer lange Rob van der Landen die geen problemen heeft met die bal. Gerard Zomer in balbezit.
Oost-Nederland. Van der Leij. Goeie paas. Zei je net? Nog maar eens een keer. Ja, tuurlijk. Oh, wat zelfbewust om te wachten. En dan eindelijk in te schieten als je ziet dat die keeper hapt. Hij gaat naar de grond en dan hoef je hem alleen maar omhoog te schieten. Van der Leij scoort 4-1. De All-Stars worden weggespeeld. Of heten zij misschien All-Stars? Vrije trap. Van Zanten. Van Renswaal. Van Zanten. Benieuwd of coach Bob Jansen wat gaat ondernemen. Goeie paas. En weer die voortreffelijke redding van Rob van der Landen. Erg goed gedaan. Van der Leijen, dat is weer een goal. Nee hoor, rijdt te ver weg, Henk Warnas. Kijken wat Van der Leijen doet. Hij wachtte weer, maar nu zat er een been voor. Tony van Duiven. Klein en goed. Warnas had een uithaal in zijn gedachten. Jan van Renswouw wordt bereikt. Door die voortreffelijke uitgooi. En dan gaat hij alleen van de sluis. Jan Bruijs. Erg onzuiver. Dom balverlies van Bruijs. Dat moet een goal worden, dat kan hij missen. Goeie redding. Zij het via een sluiting van Frans Curver. Eigenlijk verboden, maar het wordt toegestaan. Een inrol voor Jan van Renswouw. Die zeer hard werkt. Jan Bruijs. Van der Sluis. Zo dan. Oh. Toch nog naast. Wil me niet lukken. Van Duiven komt snel op en doet dat erg mooi. Jan Bruijs. Paas had al gegeven moeten worden, Jan Bruijs. Ja, het is allemaal elastiek dat been van hem, maar het leidt vooralsnog tot niks. Martin van Zanten heeft balbezit voor de All CQ All Stars. Paas moet komen en daar komt hij ook. Kopbal. Het was Ferry Piraar die erg lijkt op Tony van Duiven. Althans van achteren. Ferry Piraar die kopt ernaast. Van Renswaal. Nu dan. Van der Sluis. Martin van Zanten en weer gered. Ditmaal door Warnas. Een goal waard. Van Renswaal. Piraar neemt aan. Het wordt een inrol. Er liggen wat erg veel ballen in het veld. Eerste corner. Er zijn wat toeters hier en men dacht dat er officieel getoeterd werd. Namelijk voor een time-out. Het is niet het geval. Paas van der Sluis is aanspeelbaar. Had al moeten gebeuren. Van der Landen redt weer. Doet dat goed. Tamelijk slordig gespeeld. Onzuiver. Gerard Hoenen. Aangeraakt, een corner. Dat is de eerste voor de All-Stars. En dit is Gerard Hoenen. Het was bijna een dubbelteller. Kop de goal, stellen dubbel. Dat doet hij erg goed. Hoe gaan we verder? Zo niet. Vrije baltechniek. Tony van Duiven. Balscheuring. En dit had een goal moeten zijn. Tony van Duiven, dit is een fout. Maar hij heeft al aardige dingen laten zien. Wie zit daarachter?
is een corner, zegt Lauver Ravens. Die wordt betwist door Oost-Nederland. Nou, alle tijd. Mikken maar door het gat. Ja hoor. Martin van Zanten die haalt keihard uit. Het is 4-2 via Martin van Zanten. Uit dit vrij dode moment in de wedstrijd. Misschien de mogelijkheid nu voor Arjen van der Sluis om verder te gaan. Nee hoor. A la Gert Bal speelt deze Rob van der Landen erg goed mee in het doel van Oost-Nederland. Die gaat aftellen. We zijn de laatste seconde, nog 7. Misschien nog een goal voor de Oost-Nederlanders. En dan zal die paas wel moeten komen. Het schot komt ook wel, maar de redding is gewoon Frans Curver in die laatste seconde van de eerste helft van deze mini-voetbalwedstrijd. Warming-up wedstrijd voor dit seizoen. 4-2 stand in het voordeel van Oost-Nederland. We gaan rusten in afwachting van de komst van de tamboers en de trompetters van het korps Ahoy hier uit Rotterdam.